welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up collectie. Make-up Revolution is uitgekomen met een samenwerking met Love Island. De show Love Island. Ik denk dat de meesten van ons het wel kennen. Als je het niet kent, Love Island is een reality liefdesshow waarin een heleboel mannen en vrouwen naar een tropisch eiland gaan. Allemaal vrijgezel en dan gaan ze gewoon kijken of ze verliefd kunnen worden op iemand, ja of niet. En op het einde kan het winnende stel een heel groot geldbedrag winnen en de liefde vinden. Het is niet echt de meest intellectuele show. Maar dat maakt niet uit. Af en toe is het gewoon leuk om gewoon naar domme shit te kijken. Ik zelf heb maar één seizoen gezien. Dit soort shows trekken mij nooit echt. Maar ja, ik wilde het gewoon zien. Ja, om te zien wat het is. Dus ik heb er eentje gezien. Het was wel oké. Maar ja, het is gewoon niet echt mijn ding. Maar goed, het is wel een hele leuke en aparte en unieke manier om liefde te vinden. Maar ja, vaak gaat het niet eens meer daarom. Vaak gaat het gewoon om het geld en om de drama en de sensatie. Maar ja, whatever. En ik was echt in shock dat de make-up merk en de samenwerking heeft met zo'n show. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik zie ook niet echt waarom je dat zou doen. Maar goed, ik vond het wel leuk aangezien ik de show ken en ik hou van Make-up Revolution. En het is een hele grote collectie. Deze tijden komen brands niet echt meer uit met hele grote collecties. De meeste collecties zijn relatief klein met slechts 4-5 producten. Maar ze hebben echt een grote collectie uitgebracht. Er is make-up, er is skincare, accessoires, echt gewoon van alles. En ik heb een heleboel besteld. Alles is gewoon te koop bij Pussy Shop en ik zet alles beneden in de beschrijving wat ik vandaag gebruik. En we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Het is een eerste indruk. Video. Alles is helemaal nieuw voor mij. En ik ben gewoon heel benieuwd ja, wat we hiervan gaan vinden. Wat ik al wel heel leuk vind is alle tropische kleuren. Alles is lekker blauw, roze, geel. I love it. Echt helemaal Love Island vibes. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Wat mij wel opviel aan Love Island was dat het wel iets minder ratchet is dan bijvoorbeeld Temptation Island en zo. Waarvan ik echt denk van, oh my god. Hoe vind je dit soort mensen? Love Island was nog gewoon best wel oké. Mensen waren gewoon normaal wel gewoon echt op zoek naar liefde. En ik vond het op zich wel leuk. Oké, laten we beginnen. Ik ga eerst beginnen met de producten die ik niet heb gehaald. Ik wilde ze jullie toch wel gewoon laten zien. Mocht je er interesse in hebben. Er waren 3 oogschaduwpaletjes. 2 kleine, 1 grote. Ik heb gewoon de grote besteld. En er zijn dus ook nog 2 kleintjes. De Brow Fix Gel heb ik ook niet besteld. Wenkbrauw gels heb ik nou echt al genoeg. Dus ik had er niet echt interesse in. Ze hebben ook een lipolie en een lipgloss. Ook die heb ik allebei niet besteld. Die glossjes zijn by the way wel heel fijn. Ik heb al een hoop van hun glossjes en ze zijn echt amazing. Dus ik wist al wat ik ervan vond. Body mist, body butter, liquid lava. Allemaal lichaamsproducten waar ik ook niet echt interesse in heb. Want die heb ik al een heleboel. Er was zelfs een zelfbruiner, jongens. Oh my gosh. Maar ja, die hoef ik ook niet. Die heb ik ook al genoeg. Er was ook een make-up bag. Ook die heb ik genoeg. Er waren een aantal nepnagels. Die hoef ik ook niet, want ik heb acryl. Er waren ook wat nepwimpers. Die heb ik niet besteld, want ik heb de individuele wimpers besteld. Er waren ook wat haarproducten. Scrunchies ook niet besteld, want die heb ik genoeg. Er waren ook nog wat kwasten. En ook die heb ik niet besteld, want ook die heb ik genoeg. Voor de rest heb ik een heleboel besteld. Je hebt nou iets van, nou, je hebt een heleboel niet besteld, maar ik heb ook een heleboel wel besteld. Het is echt een grote collectie. Ik ga beginnen met het eerste product en dat is voor de haren. Dit zijn de Make-up Revolution X Love Island Hair Clips. Dit zijn dus van die haarklepjes om je haren zo vast te houden zonder dat je zo'n deuk in je haar krijgt. Deze heb ik nog niet en zijn vooral fijn met stijlhaar. Dus daarom heb ik deze besteld. Ik vind ze er ook gewoon echt heel cute uitzien. Leuke kleurtjes. Ik hou van dit soort felle tropische kleuren. Mijn haar is nu vast, dus ik kan niet echt laten zien. Maar als je haar gewoon los is, je kunt dan dit zo in je haar doen. Om je haar zo uit je gezicht te houden als je opmaakt of wat je ook aan het doen bent. En doordat dit erop zit, zeg maar, dit ding, laat het geen ugly afdruk achter in je haar. Dus deze vond ik echt heel handig om te hebben. Ze hadden ook parfum. Dit is de Make-up Revolution X Love Island Eau de Parfum Hideaway. En ze hebben het in de kleine en de grote formaat. Ik ben gegaan voor de kleine omdat ik niet wist of ik het lekker vind ruiken. Er zijn er 2 en ik ben gegaan voor de roze. Ik ben heel benieuwd of het lekker gaat ruiken. Er staat online dat het fruitige, bloemige en oriëntaalse geurnoten heeft. Dus het wordt waarschijnlijk een beetje een fleurige geur. Of konden jullie het maar ruiken? Oh! Oeh, het ruikt lekker! Ja, het is echt een fruitige geur. Daar moet je wel echt van houden. Oh, heel lekker. Nou heb ik een beetje spijt dat ik niet de grote heb besteld. I love it. Zo'n kleintje vind ik ook handig voor in je tas, voor mee. Dan kun je een beetje bijspuiten. Het is wel een heftige geur. Dat wel. Helaas kunnen jullie het niet ruiken. Zo jammer. Het is een heftige fruitige geur. Ik heb echt te veel opgedaan.
Oké, okay, I like it. Best wel een lekkere geur. Ik hou altijd wel van een beetje een heftige geur. Nou, gaan we beginnen met echte make-up. Ik ga beginnen met het oogschaduwpaletje. Dit is het make-up Revolution X Law Violent I've Got a Text Forever Flawless Palette. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Het is gewoon zo'n blikje. Het is wit met erop I've Got a Text. En dit is dan de inhoud. Het bevat 18 verschillende kleuren. En je hebt een matte en een glanzende kleuren. En het is cruelty free en een grote spiegel. Nou, de verpakking is echt heel basic. Het is gewoon zo'n blikje, zeg maar. I've Got a Text. In die show ontvangen ze altijd sms'jes als ze iets moeten gaan doen. De kleuren zien er op zich wel goed uit. Lekker tropisch, maar ook heel veel bruine neutrale kleuren. Dus je kunt hier best wel veel kanten mee op. Ik vind dit soort paletjes van hun altijd best wel fijn. Best wel van goede kwaliteit. Ook niet al te duur. Even kijken. €12,95. Dat is niet echt heel duur. Dus hiermee wil ik echt een heftige look gaan maken vandaag. Ik ben benieuwd hoe het gaat presteren. Dus laten we inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd. Ik ga eerst mijn ogen primen met mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. Ik ga beginnen met deze donkerbruine matte kleur. Die heet Message. Jongens, de look van vandaag wordt echt heel apart. Ik ga eerst beginnen met de bruine kleuren. Dit is de donkerste kleur in het paletje. En die ga ik zo aanbrengen als een cut crease. Maar ik breng hem echt heel hoog aan. Oh, het is niet echt bruin-bruin. Het is een beetje bordeaux-rood-bruinachtig. Dan pak je deze iets lichtere matte kleur hier. Die heet Cheeky. En met die iets lichtere kleur ga ik deze donkere kleur een beetje uitblenden. Dan pak ik weer mijn P. Louise base en dan ga ik de cut crease helemaal zo, ja, snijden. Zo, de cut crease is nou een stuk hoger dan hoe ik het normaal doe. Ik heb al gezegd, deze look wordt apart. Dan ga ik nu in met deze fel blauwe matte kleur, die heet Tropical. Dan ga ik in met deze blauwe glanzende kleur, die heet Island. En die breng ik aan over heel deze blauwe matte kleur. Oké, deze glanzende kleur heeft echt heel veel fallout. Die matte kleuren hadden dat echt helemaal niet. Het is wel echt een poederig paletje, dat wel. Dan pak ik deze roze matte kleur, die heet Flirty. En die kleur breng ik aan op de onderste wimperrand. En ook een roze oogpotloodje in mijn onderste waterlijn. Dan wil ik een zwarte lijn gaan aanbrengen op heel deze blauwe cut crease rand. Ik gebruik daarvoor deze pen van Kiko. Deze was van de Charming Escape collectie en die heeft zo'n hele kleine pen. En daarmee ga ik ze over de rand. Oké, de look is voor nu zo af, maar ik ga het nog heftiger maken met wat stintjes. Ik heb hier deze hele kleine pareltjes en die ga ik nog opplakken. Oké, de look is nou af. Ik heb gewoon wat stintjes aangebracht en that's it. En ook wat mascara, want nu gaan we in met de wimpers. Dit zijn de Makeup Revolution X Law Violent Faux Mink Individual False Lashes. Ik ga eerlijk zijn met jullie, ik heb een beetje spijt. Vooral omdat dit meer naturel wimpers zijn en dit een hele heftige ooglook is, waar eigenlijk ook heftige wimpers bij horen. En ook omdat ik ze er gewoon niet zo mooi uit vind zien. Wat is dit? Ik vind ze er een beetje goedkoop uitzien ofzo. En ze hadden ook nog gewoon twee volledige neppe wimpers in de collectie. En ja, nou heb ik gewoon wel echt spijt. Maar whatever, ik ga het gewoon aanbrengen. Dit is dan hoe ze eruit zien uit de verpakking. We hebben er ook niet echt veel of zo. Nou ja, whatever, we gaan het gewoon proberen. We hebben 3 lengtes. Oh, jongens, dit is echt een bende. Je kunt amper iets zien. Dit kost me te veel tijd. Zelfs als ik een meer naturel look zou willen, dan vind ik ze ook niet fijn. Ik heb echt veel betere individuele wimpers gezien in mijn leven. Dus ja, ik ga gewoon even normale wimpers opdoen, want dit gaat me echt niet worden. Oké, ik heb de ooglook helemaal afgemaakt en ik heb ook mijn gezichtsmake-up gedaan. Tenminste, de basis, de wimpers die ik op heb, zijn Kleon Cosmetics wimpers in de stijl Baby. Mijn favoriete wimpers op het moment. Dit is echt een stuk beter dan die irritant individuele wimpers. Nou ga ik verder met het gezicht, want ik heb ook een bronzer van deze collectie. Dit is de Makeup Revolution X Love Island Bronzer Vacation. Deze bronzer is een klein beetje donker, zoals je kunt zien. Ze hebben slechts 2 kleuren. En die andere is nog donkerder. Dus het was voor mij beter geweest als ze 3 kleuren hadden gehad. Want als dit de lichtste kleur is, ja, dan weet ik niet wat mensen met een hele lichte huid moeten gaan gebruiken. Dit is dan hoe de bronzer er van binnen uitziet. Er staat online dat het een matte long wear bronzer is. En dat je ermee kunt bronzen of contouren. Nou, dit lijkt me echt alleen maar een bronzer. Dus ja, laten we gewoon gaan bronzen. Mijn gezicht heeft echt een beetje bronzer nodig. Deze bronzer blendt echt voor geen reet.
Het kost mij super veel moeite en ik breng niet eens veel aan of zo. Kijk, het wordt helemaal zo vlekkerig, zeg maar. Nee, ik denk dat deze bronzer hem helaas ook niet wordt voor mij. Los van de kleur is hij gewoon niet fijn. De formule is niet fijn. Hij blendt helemaal niet goed mee. Hier is het nou ook een beetje vlekkerig geworden. De kleur vind ik wel heel mooi. Ik had juist verwacht dat ik de kleur niks ging vinden. Maar de kleur vind ik wel heel mooi bronzy. Maar nee, het is echt te vlekkerig. Deze collectie heeft geen blush. Dus ik ga gewoon even in met deze Blooming Blush van Wet n Wild. In de kleur Flower Power. Is echt een hele mooie kleur. Het was denk ik beter geweest als ze in plaats van bronzer een blush hadden gedaan in de collectie. Dat had ook veel beter gestaan met het hele Love Island thema, zeg maar. Dan gaan we verder met ook een highlighter. Dit is de Makeup Revolution X Love Island Highlighter in de kleur Stan Hun. Deze highlighter ziet er wel echt prachtig uit. Je hebt twee kleuren en dit is de donkerste kleur. Van de bronzers heb je twee hele donkere kleuren. En van de highlighters heb je weer twee hele lichte kleuren. Ik weet niet precies wie daar over na heeft gedacht. Ik vind hem er wel echt heel mooi uitzien. Laten we hem proberen. Prachtig. Kijk even hoe mooi. Past ook perfect bij deze look. Ik vind het echt prachtig. Deze is heel erg mooi. Deze kleur Stan Hun is echt heel mooi en matcht perfect met mijn huidskleur. I love it. En dan last but not least deze lip kit. Dit is de Makeup Revolution X Love Island A Coupled Up Lip Kit in de kleur Vibing. Ik hou van lip kits, want dan hoef je niet nog helemaal op zoek naar een bijpassend lippotloodje die ik altijd moet hebben. Ze hebben drie kleuren, dus drie van dit soort lip kits. En ik heb de kleur Vibing. Die is als het goed is een beetje zo nude roze. En zou goed moeten staan met de look. Dit is dan de set, een lippotloodje en een matte liquid lipstick. Kleur lijkt echt heel mooi. Ik denk dat hij echt perfect gaat staan met deze look. Oké, dit is dan de kleur. Het is een roze met een beetje een paarse ondertoon, een klein beetje. Ik vind hem wel een beetje licht. Hij is aan de lichte kant en het lippotloodje is te licht. Normaal ga ik dan in met een iets donkerder lippotloodje, waardoor het beter gaat staan. Nu zo is het echt te licht voor mijn huidskleur. Maar het is wel mooi. Het is mooi mat. Het voelt wel een beetje goedkoop aan. Deze matte liquid lipstick, je voelt dat het een beetje goedkoop is. Maar ja, al met al, het is gewoon een normale matte liquid lipstick. Alleen ja, ik zou hem dus combineren met een donkerder lippotloodje. Ik snap niet waarom ze in dit soort lipkits altijd het lippotloodje precies dezelfde kleur maken als de lipstick. Die moet altijd juist ietsje donkerder zijn. Maar ja, whatever. We zijn klaar. Mensen, ik voel me net een beetje net een Barbie. Dit is ook echt Barbie vibes met het blauw en het roze. De look is echt heel goed gelukt. I love it. Het enige wat ik vandaag eigenlijk niet aanraad zijn deze irritante wimpers die echt niet mooi zijn. En deze bronzer. Deze twee producten vind ik allebei helemaal niks. Voor de rest vond ik alles wel fijn. Vooral deze highlighter is echt heel erg mooi. Het oogschaduwpaletje werkte ook echt goed. Is het het beste paletje ever? Nee, dat niet. Maar het werkte echt goed. Vooral die matte kleuren. Deze parfum is heftig. Ik denk dat die andere geur ook heftig gaat zijn. Ik persoonlijk hou daarvan, maar als je er niet van houdt, ja, dan moet je hem niet halen. Het is dus heel fleurig, echt een bloemengeur, een hele heftige bloemengeur. Nou, de video van vandaag ging op zich wel goed. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties wat je van de collectie vindt en van deze make-up look. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Bye.